Mijn naam is Jip en dankjewel dat je weer kijkt naar deze nieuwste cultuurvlog. Ik sta hier, zoals je wel ziet, naast het bordje van Museum de Laakhal in Leiden. En die is al bijna 3 jaar gesloten voor vanwege een verbouw en heropening. Die komt er dus binnenkort aan. Ik ben gevraagd om verslag te doen van deze heropening. En ik ga vandaag spreken met onder andere conservator Nicole. En zij gaat over de hedendaagse kunstopdrachten. Nou, wat dat precies is, ga ik zo allemaal horen. En ik ga praten met een fotograaf die vandaag een fotoshoot doet met het nieuw Leids laken. Ik ben conservator actuele kunst. En dat betekent dat ik eigenlijk de afgelopen 3 jaar, 4 jaar misschien al bezig geweest ben met allemaal opdrachten voor kunstenaars. Naast die kunstopdrachten die we uitgeschreven hebben, hebben we ook een heel bijzonder project georganiseerd de afgelopen jaren. Nieuw Leids Laken. En zoals je weet staan we hier voor de 17e eeuwse keurhal van Lakense stoffen, waar Leiden rijk aan geworden is. Op deze gevel zie je ook heel duidelijk hoe die Lakense stoffen gemaakt werden. Je ziet het spinnen, je ziet het weven, je ziet het keuren, je ziet het verven en je ziet het Leids lakenloodje eraan gebracht worden. Een loodje is dan, moet ik dat denken aan een soort label, zoals je nu merkkleding hebt? Het was letterlijk van lood. En de stoffen die waren zo bijzonder. Het waren hele dure, kwalitatief heel hoge stoffen. En dan werden er een aantal momenten van keuringen werden toegepast hier. Van was het goed geweven, was het goed verveeld, was het goed geverfd. En dan elke keer kwam er een loodje aan totdat het helemaal goedgekeurd was. Dan kreeg het een eindlood. Nou, die loodjes laten we straks natuurlijk in de vaste opstelling ook zien. Daar zijn er heel veel van overgebleven. En het oudste loodje, dat is rond 1300 in Amsterdam gevonden. Wow. Met Leids laken erop. En een aantal jaren geleden hebben we besloten om richting de heropening van het museum te werken om zelf nieuwe wollen stoffen te laten ontwerpen door hedendaags kunstenaars en ontwerpers. We zijn nu vandaag bezig met een fotoshoot door fotograaf Koen Hauser. En hij gaat de 5 stoffen fotograferen die we hebben laten ontwikkelen door hedendaagse kunstenaars en vormgevers. Allemaal wollen stoffen. Die hebben zich allemaal laten inspireren door onze collectie. Of de geschiedenis van het textiel, of de Lakense stoffen, allemaal op hun eigen manier. En vandaag zijn we bezig met een fotoshoot waarbij de do-it-yourself pakketten die we gaan ontwikkelen gefotografeerd gaan worden. Zo Koen, ja. De tweede nieuw Leids laken staat erop volgens mij. Hè? En wat is jouw plan van aanpak of wat, heb je, wat is je visie voor deze opdracht? Ik heb samen met de stylist gesproken over hoe willen we de dingen in beeld brengen. We kwamen er eigenlijk al vrij snel op uit dat we de objecten die we laten zien of de dingen die je kunt maken, dat centraal moest staan. Dus dat we bedachten hoe kunnen we dat doen, terwijl er wel een model in beeld is, zonder dat het alle aandacht naar de persoon zelf dan toe gaat. En we hebben ons laten inspireren door het gebouw en de kleuren die daarin zitten en gekeken hoe kunnen we het zo doen dat eigenlijk elke keer het Leids laken de hoofdrol speelt. De do-it-yourself pakketten, want dat is natuurlijk waar die je fotografeert vandaag, is dat iets wat je zelf ook zou gaan dragen of iets mee zou doen? Ik zou zeker misschien wel iets met een Leids laken gaan doen. Ik vind het heel erg leuk dat je weet dat het de traditie heel erg verbonden is met de stad. En dat moderne ontwerpers er hele mooie dingen mee hebben gemaakt. Ja, ik denk dat ik dan al wel snel bedenk van nou, maar ik maak er iets anders van. Maar daar nodigt het natuurlijk ook toe uit. Precies, dat is natuurlijk wat leuker. Hey, succes vandaag nog. Dankjewel. Ik ga het resultaat zien denk ik binnenkort. We hebben net de stof van May Engelgeer gezien met de kussens waar Koen Hauser mee bezig is. En hier hebben we de 5 andere stoffen waar do-it-yourself pakketten van gemaakt kunnen worden. Dus we kunnen ze even aflopen als je het leuk vindt. Ik ben benieuwd. Dit is een stof die is gemaakt door het bureau Inside Outside van Petra Blaise. Een zeer bekend bureau. Ja, zit best wel lekker eigenlijk. Dus straks loopt heel Leiden. Misschien wel heel veel Nederland met een internationaal in de modebladen. Precies. Ja.
Nou, ik vind hem wel... En er kan veel in, volgens mij. Ja, er kan ontzettend veel in. Ik denk dat het wel zoeken wordt als je je sleutels kwijt bent. Maar dit is de stof van Edwin Oudshoorn, modeontwerper. Hij heeft een hele dunne, mooie wollen stof laten weven. En in tegenstelling tot anderen is hij gaan printen op de stof. Je ziet prachtige florale en dierlijke elementen terugkomen. En die zijn allemaal geïnspireerd op een collectie keramiek die we hebben. De Amphora-collectie. Ja, dit is de nieuwste, de laatste nieuwe Leidslaken. Een ontwerp van Claudie Jongsta. Ik zal hem even helemaal laten zien. En Claudie Jongsta is bekend als iemand die een eigen kudde schapen heeft. Die heel veel met verveelten doet. Maar de laatste jaren is ook bezig met weefsels. En wat je hier op dit patroon ziet, dat zijn allemaal afbeeldingen van verfplanten. Verfplanten die ze zelf in Vlieland gevonden heeft en gezocht. En wat natuurlijke pigmenten zijn om wol mee te verven. Dus dit is eigenlijk een palet van de pigmenten die bij natuurlijke vervingen voor wol gebruikt worden. Ja, en de laatste was de eerste. We zijn met Christy van der Haak, een beeldkunstenaar uit Den Haag, zijn we begonnen. Die hebben als eerste een opdracht gegeven. En zij heeft zich laten inspireren niet zozeer door onze collectie wollenstalen, maar onze collectie katoenen patronen die we hebben. De 19e eeuwse patronen. Ze heeft in ons depot heel veel bekeken. En uiteindelijk is ze met een patroon gekomen, wat ze dan, hier zie je eigenlijk één deel, wat ze een kwart van ontworpen heeft, wat gespiegeld wordt, wat opengeklapt wordt en waar ze eindeloos mee door kan gaan. Mag ik hem eventjes aan? Jij mag hem even aan, hoor. Wil je de donkere kleur eerst? Ja. Ja. Kijk, en het is hier, op dit moment zit de knoopsgat hier. Maar je kan natuurlijk ook zelf bedenken dat je het knoopsgat hier wil hebben. Ja, want het is natuurlijk een do-it-yourself. Het is do-it-yourself. We gaan de foto's gebruiken ter promotie van de stoffen. En die stof kan je dus per meter hier in de museumwinkel kopen straks. En ze worden ook als beeldmerk voor de do-it-yourself pakketten gebruikt. En ik denk voor jou ook wel cool om dat je al zoveel jaren mee bezig bent om dan nu eindelijk de resultaten te zien. Ja. Ja, nee, maar dat is natuurlijk het geweldige aan deze periode. We zijn 2,5 jaar lang achter de schermen bezig geweest. Er is ontzettend veel gebeurd. En nu komt het allemaal naar buiten en kunnen we dat met iedereen gaan delen.